En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. Mijn naam is Michael. En vandaag gaan wij compost rijden. Ja, dames en heren, we gaan vandaag een keer compost rijden. Op de Nederland map natuurlijk. Waar heel veel op wordt gespeeld. Dat moet ik echt eerlijk toegeven. Alleen de server crasht nogal vaak. Dat is wel redelijk vervelend. Maar ja, weet je, dat gebeurt nou eenmaal. En zo'n manier zoals ik compost ga rijden, hebben nog geen mensen op de server gedaan. Dat weet ik eigenlijk bijna zeker. Want deze bakker die hadden we nog helemaal niet. Die heb ik net gekocht. Ik hoop dat dit eigenlijk wel gaat werken überhaupt. Denk het wel. Maar dit zijn de enige bakken die compost kunnen rijden. Dan moet ik weer een mot erin zetten. En ik vind deze bakken wel chill. Dus ik hou ze gewoon lekker. Maar in ieder geval hiermee gaan we compost rijden. Dat doen we bij de biogas. Waarom bij de biogas? Het compost bestaat uit gefermenteerd... mais, zo maar te zeggen. En dat mais dat gooien we in de machine. En daar wordt dus een soort van aarde van gemaakt. En van die aarde kunnen wij verkopen aan de landwinkel. En dat gaan we dus vandaag doen. Want dat is super tof. En waarom is dat dan super tof? Omdat dat super tof is. Nee, daar verdienen we echt heel veel geld mee. Het is een beetje hetzelfde als biogas. Maar dan een tikje anders. Ja. Biogas, maar dan een tikje anders, weet je wel. Logisch toch? Ja, hartstikke logisch. Nee, 4 zoals ik had gegokt, klopt wel aardig. 5 gaat net niet lukken, denk ik. Nee, 5 gaat niet lukken. Oh! Nee, gaat niet lukken. Oké, jammer dan. Maar, oh, dan kunnen we wel 5 meenemen, want ik kan er ook nog eentje voor op de machine. Alleen ik weet dat waar dat burk door komt, heb ik even onderzocht hoe dat nou zat. Maar het betekent gewoon dat ik eigenlijk heel simpel een keertje de server moet op backuppen. Dan een keertje moet opslaan, dan 1 voor 1 de mods uithalen en dan restarten tot hij het weer doet. En zodra hij het weer doet, dan is er niks aan de hand. Maar er komt gewoon, is 1 mod een beetje corrupt. Of in ieder geval niet de laatste versie en dan gaat dit gebeuren. Zo. Let's go. How far we can go. Ik denk dat het wel blijft staan. Dus gewoon een beetje normaal, voorzichtig, rustig rijden. Then it's no problem. Then it's really no problem. But yeah, we go to drive to the biogas. Nee. Niet iedereen weet waar geloof ik wat het is. Maar het is hier voor de heuvel al linksaf. Dus dat is Picobello. En dan vanaf hier links gaan we naar rechts. Dus je kan zien, er is heel veel silage geoogst. Ik ben wel benieuwd hoeveel silage er eigenlijk is geoogst. Ja, even kijken of ik niet de door het water heen rijd. Dat gebeurt altijd als je op I klikt. Er is echt heel veel geoogst. Wajo. 66 is dan niet afgemaakt, maar er is heel veel geoogst. Dus weilanden zijn nog niet leeg. Dus we hebben nog even. Hier is de biogas. Naar links zie je de compostmachine. Sommige mensen zullen de mod wel eens hebben gebruikt. De compost, zo en wat. Sommige niet. Maar wat mij erg opviel. Is, dames en heren. We hebben wel kleine silo's hier. Hè? Maar die gasten dachten, we gaan gewoon die hard voor de grootste silo die er is. En moet je kijken hoe een baal hier zit. Ik ben echt gewoon benieuwd hoeveel liter hierin zit. En dat is nog maar 21% vol. Maar er zit gewoon meer dan een... Er zit gewoon 7 ton, 700.000 liter aan gefermenteerd. Kun je nagaan dat je dat eruit moet scheppen en in die bak moet gooien. Ja. We hebben het. Dat is het momenteel even waar het een beetje om draait. Deze trek mag even opzij. En zoals je kan zien, de compostbak zit redelijk vol. Beetje te vol eigenlijk. Maar dat is geen probleem. Komt allemaal goed.
En het lijkt de texture of graan. Waarom? Ja, deze texture wordt eigenlijk niet zo heel veel gebruikt. Ik kan hier een soort van mee achteruit rijden. Het is anders dan normaal. I know. Een soort van. Alleen ik moet hem even dichter langs zetten. Zo, nou hebben we toch een soort van eigen car gemaakt. Ik hoop dat ik ze allemaal in één keer vol kan gooien. Het loopt een beetje vast, geloof ik. Even kijken hoe dit zit. Kunnen ze toch niet allemaal bij. De laatste zit sowieso vol. Van die andere twee heb ik geen idee hoe het zit. Oh. Ja, hij moest het er toch af. Ja, nou ben ik een beetje aan het beunen, maar dat maakt niet uit. Hier kunnen we trouwens de mengverhouding zien. Ik hoop dat jullie me eigenlijk nog een beetje verstaan. Wel. En hier heeft ook iemand serieus palen ingegooid. Soil. Zal wel. Maar is er ook iets met mest of zo? Ik weet niet wat er met mest is. Moet dat er ook bij? Zoiets denk ik. Er moet denk ik ook mest bij. Ik heb geen idee. Maar er zit in ieder geval heel veel liter in deze bak hier. En als we dit straks verkopen, jongens. Oh, we hebben veel geld. Paté. Perfecte Le Mans. Wie? Nee, ik kan totaal geen Frans. Ben ik er blij mee? Ah, ik weet niet of ik er blij mee moet zijn of ik wel of niet Frans kan. Ik denk dat ik er wel blij mee. Nou, ja, weet je, er lopen gewoon. Nee, laat maar, dat is niet voor YouTube. Nee, er lopen gewoon heel veel. Er zijn hele Franseuzen. Er zijn best wel lekkere dingetjes, zeg maar. Voor de mensen die dat al zover zijn in de liefde. Maar ja, dat is aan Franseuzen wel goed in. Maar weet je, boeit me niet. Er zijn ook zat andere mensen in Nederland die ook gewoon lekker zijn. Dus ja. Don't worry, er zijn heel veel mensen die naar Zweden gaan ervoor. En dat begrijp ik best, Zweden zijn ook geen verkeerde mensen, zeg maar. Nee, dat zijn ze niet. Zweden zijn ook best wel, ja. Zoals ik het zeg. Maar daar ga ik het niet over, ik ga het niet over liefde hebben, dat is privézaken. Ik heb momenteel, een meisje op het oog. En, maar ik ga er nog niet echt aan beginnen. Gewoon een soort van, maar niet helemaal, want... Als ik daar helemaal aan begin, jongens, zeg dan maar dag tegen YouTube. Niet de hele kar leeg gooien, alsjeblieft. Trouwens, kan ik dit stapelen? Dan kunnen we nog meer film in meenemen. We kunnen dit stapelen. Kunnen we gewoon stapelen, dames en heren. Dan kunnen we gewoon een hele kar vol gooien. Maar eigenlijk moet je zo'n dieplader hebben, die is nog beter hiervoor. Denk ik. Deze 20%. Nou, ik ben niet helemaal vol ook. Niet goed, hè? Is niet goed. Zo. Hoppadee. En dan nog eentje. Hoor de vogeltjes vrolijk buiten fluiten. Oh, wat leuk. Wat een pret. Wat een pret. Wat een pret. Wat een pret met het. Ja. Sommige mensen zullen vast wel het liedje kennen. Vul er maar wat in. Maar waarom de server leeg is, omdat hij net offline is gegaan. Hij was gecrashed. En dan denken mensen, nee, hij is gecrashed, dus dan ga ik er niet meer op. En dat is logisch. Want een server om op een server te gaan die hij doet, is ja. Ja, een beetje tijdverspilling. Dus dat begrijp ik heel goed. Dat is ook geen probleem. Maar de server staat nu gewoon weer open voorlopig. Dus succes wat je ermee wil doen. In ieder geval, wij moeten naar rechts.
knipper liggen jou aan. Best zin in Farm Simulator 2017. Echt. Maar het duurt nog heel lang voordat hij uit... Nou, heel lang. Ik ken ook overdrijven met me heel lang. Maar het duurt nog even voordat hij uit is. Nog heel even, zeg maar. Een beetje lang. Dat is wel lang. Maar deze map die speel ik al zo lang eigenlijk. Vanaf versie 1.2 denk ik. Bestaat die eigenlijk al. In ieder geval redelijk van de eerste versies. Omdat ik gewoon, ja... Ik bedoel, wij zijn Nederlanders. Wij willen Nederlandse mappen. Ja, hij is redelijk goed gelukt met Lidl en Aldi. Ook al is de Lidl niet Nederlands, maakt niet uit. Had je beter de Albert Heijn bijvoorbeeld kunnen kiezen. Maar die sloten, dat is het enige wat ze eigenlijk moeten aanpassen. Maar ja, dat hoort bij Nederland. Dus ja, daar kan je ook niet heel veel extra's aan doen. Weet je? Dat is een beetje, ja. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ja, hier stond ook Maaijs 22 en 25. Hebben ze ook weggehaald. Super tof. Maar het moet ook wel weer ooit een keer ingezaaid worden. Dat is ook wel handig, zeg maar. Hier hebben we heel veel bomen weggehaald. In zoverre ze er nog... Ja, ze zijn netjes opgeschoven. Dat wel. Oh. Niet verliezen even nu. We moeten nog een klein stukje, Michael. Hier nu nog even verneuken. Oh, ja. Zo. En kijk hoeveel geld hij erbij krijgt, hè. Ja, zo'n bakkie. Een klein bakkie. Liefst zou ik een hele aanhanger pakken. Ja, ongeveer 10.000 per bakkie, geloof ik. Ik weet niet precies. Ik heb nooit echt precies nageteld, maar... Zoiets zal het al zijn. 10.000 euro's. Oh, allemaal eraf. Super chill. Nee, maar ik gooi leeg het nog even. En dan hoop ik volgende aflevering natuurlijk niet alleen te zijn. Oh joh. 3 dubbele backflip. Wajo. Kill man. Niet te geloven. Niet te geloven. Nee. Maar ik hoop dat jullie het ook heel lekker weer vinden buiten, dames en heren. Dat kan een reden zijn dat er wat minder video's komen. Gewoon, ik geniet ook van het weer. En ik ben ook gewoon een iemand die een leven heeft. En mensen met een leven, die leven. En mensen die leven, die houden wel van een beetje leven. Nee, vrije tijd. En YouTube vreet nogal wat tijd. Nogal wat, heel veel, zeg maar. Ja. En normaal doe ik dus altijd zo'n bak voor op en achter op de trekker. Dat gaat eigenlijk ook wel een stuk... Nou, ik weet niet wat sneller gaat uiteindelijk. Geen idee. Dit gaat ook op zich wel redelijk snel. We hebben redelijk wat bakken doen we tegelijk. In één keer meenemen. Alleen je kan ze niet in één keer legen. Dus je moet misschien toch een kar voor gaan zoeken. Zoals je ziet, we hebben heel veel compost straks. En waarom is die compost er? Dat komt door de biogas. Want het is een soort van biogas. Alleen dan een tikje anders en moeilijker. Op zich wel leuker. Ik vind het op zich wel geniaal bedacht. Compost rijden, ja. Je kan wel standaardje biogas rijden, maar dat is, op een gegeven moment wordt dat ook saai, weet je wel. Weer wat extra's, een nieuw tintje eraan geven. Geen bruin tintje, gewoon een normaal wit Nederlands tintje. Nee hoor. Gewoon normaal een beetje niets nieuws. Gewoon niet het standaard, weet je. Dat is waardoor je een originele map kan hebben. Door het niet standaard te doen, maar gewoon origineel. En dat is tegenwoordig steeds moeilijker. Alleen ja, je moet gewoon het idee hebben ervoor. Er zijn dus blijkbaar... niet iedereen kan een origineel idee verzinnen. Zoals ik heb met mijn maps. En ja, sommige mensen zeggen, je hebt het van Dragonwing. So what? Wat staat geen copyright op de map? Staat niks. En zodra hij een map speelt, denk ik van... Goh, hey, dat is een leuke map. Had ik zelf niet opgekomen. En dan denk ik van, ja, die moet ik ook op YouTube gaan doen. Vind ik wel awesome. Ik bedoel, ik speel buiten deze map nog meer andere maps. Dat kan ik niet ontkennen. Holzhausen, Turndox en dat soort dingen. Alleen dat zijn mappen die niet voor de serie geschikt zijn. Holzhausen misschien nog wel, maar ik denk het eigenlijk ook niet. Maar dames en heren, we hebben flink wat geld erbij gesprokkeld. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken voor vandaag naar deze aflevering. Vergeet niet eens altijd een blauw duimpje omhoog doen. Vergeet niet beneden niet te abonneren.
En dan zie ik jullie volgende week, of nee, in ieder geval bij de livestream weer terug bij deze map. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken. En ik check jullie de volgende keer weer terug. Dus tot de volgende keer. En ik zeg, zoals altijd,